de mensen van Dus David Games. Ik ben Kees en welkom bij de Pokémon Heart Gold Nuzlocke serie. Hier dan ook weer op Dus David Games. Ik ben de afgelopen tijd goed ziek geweest. Ik heb goed genoten van een heerlijke maaggriep. Dat is leuk, je komt het bed en je denkt, yes, dit wordt hem vandaag. Maar dan wordt het hem toch niet. En dan gaat het niet zo goed. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan vandaag gewoon weer ouderwets verder met de Pokémon Heart Gold Nuzlocke. Oké, ons team. We hebben een prachtige horloge. Hij heeft ook wel een mooie hand waar je dan zo ook zo'n horloge omheen kan doen. Oké, dat is precies deze hand. Want hij wacht. Dat klopt, er is niet. Deze hand is het. Rechts. Deze hand is het waar je zo'n horloge om kan doen. Daarom is de King daar ook, volgens de ouderwetse regels van Pokémon ook linkshandig. Dan hebben we een Noctowl klok, die zijn nek kan draaien. De creep van de... Dan hebben we de Twitter. Wat is dit? Hou op met die berichten. Melodie, trillen, stil. Hup, ja, goed zo. Oké, daar hebben we dus de oké. En we hebben Chopper! Oké, that's all good, let's just continue. We waren gebleven hier. We hadden weer een Pokémon gevangen. Nee, die hadden we vermoord. Dat was hem. Deze meneer heeft dacht ik weet niet hoeveel Gyaradosen en al die andere stomme Pokémon samen gaan ontwijken. Die meneer zegt, hey, ga met mij vechten, man. Nee, please, Chris. Ga met mij vechten, Chris. Nee, Chris. Ga er niet omheen surfen. Doe niet als een faggot. Ik ben, oh shit. Een Pokémon. Wie zal het zijn? Het is onze Magikarp. Hallo, Magikarp. Hij ziet echt heel doods uit, man. Dat is niet goed voor een Magikarp. Hij zegt gewoon... Ik zit even van... Die hoef ik niet te zien. Dat zie je alleen van die creepypasta's. Jij hebt een... Of Slowpoke of een... Ja. Snap jij dit nou allemaal? Nee. Ik snap het niet. Een of ander roodhaar kindje die maakt een beetje mijn Pokémon's belachelijk. Sorry. Mijn Pokémon's zijn fantastisch. Oké, voor mij denk ik ook. Laten we zien. Ah, ik zie al wat het probleem is. Hij is ontsnapt uit het psychologisch instituut. Ron. Hey, Ron. Hey, na dit gevecht gaan we even een ijsje eten samen. Oké, Ron. Ron zit zo. Een ijs vind ik echt best wel lekker, weet je. Ja, dat snap ik, Ron. Even zien. We doen even gewoon surf op de Nidoking. Dat is super effectief op een of andere manier. Oh ja, maar hij is Earth. Ron. Dat was hem. Ron. Ja, hij is dood. Ja. Oké, ik heb Pokémoniac rondgeslagen. Mijn Nidoking was fantastisch. Ja, zoals je het ook zegt. Was fantastisch. Maar dan niet meer, biatch. Oké, we zijn nu bij de Lake of Rage. En bij de Lake of Rage, daar kunnen we de hele mooie Gyarados vangen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan hem gewoon verslaan, omdat ik hem echt een faggot vind. Hoe gaan we dat doen? Even zien. Even kijken, wie. We gaan gewoon tegen hem vechten. En als een faggot gaan we dan rennen. Ah, zo dan gaan we dat doen. Hallo, Gyarados. Oh, Kingler doet niet zo langzaam. Oké, oh mijn god. We moeten nog tegen een Pokémon vechten. Dit is waarschijnlijk een Magikarp. Want... Natuurlijk, I was right. Het is altijd een Magikarp hier. Nooit een andere Pokémon, alleen maar Magikarp. Klik gewoon op het mooie runknop. Die zo moet verschijnen. Ja, er een knopje die zo moet verschijnen. Hij is verschenen. En Gyarados, let's fight. Gyarados zegt, Giasa. Zo. Hallo mooie Gyarados. Je bent echt een heel mooi kleurtje, man. Man is er in de zon liggen. Ik denk niet dat dat handig is voor je huidskleur, man. Oké, dan doen wij gewoon naar de bag. En dan gaan we even kijken of we mogelijk een Pokéball hebben. Maar ik krok dat we geen Pokéball hebben. Maar ik ook zo dat we geen Pokéball hebben. Met twee... Ja, we hebben wel Pokéballs. Oké, we gaan hem op een of andere manier proberen te vangen. Maar we mogen hem niet vangen. Ik heb net die Magikarp tegengekomen. Fuck hem. Run. God, oh je safely. En dan is Gyarados weg. Red Skill! Wat doet een Red Skill eigenlijk? Ik heb eigenlijk geen idee, mensen, wat een Red Skill doet. Hey, daar heb je opeens een trainer met een Dragonite. Die zie je niet overal. Hallo, trainer met een Dragonite. Die rode Gyarados, die deed het niet goed, hoor. Hij was bang, alsof iemand hem geforceerd had om te evolueren.
Ben je net gekomen door de Wild Tales? Huh, je bent Barry. Ik ben Lance, een trainer zoals jou. Dat is Lance. Dat is een ding waarmee ik kan steken. Zo. Ik hoorde rumblings, dus ik kwam hier investigaten. En ik zag je gevecht eerder, Barry. Ik kan vertellen dat jij trainer bent met skill. Ik ben Barry, ik zit zo... Ik ben helemaal blij. Als je het niet erg vindt, kan je me helpen met de investigation. Hoe moet ik jou gaan helpen, hè? Ik vind het goed. Excellent. Het ziet er naar uit dat Lake of Rage met je corps geforceerd worden om te evolueren. Een mysterieuze radiobroadcast van Morgan is dat aan het doen. Ik wacht voor jou, Barry. Dus. Is dat serieus een mysterieuze broadcast? Klik. Het klinkt best wel mysterieus. Ik wil niet veel zeggen. Ik ben geen expert, maar het is mysterieus. Als ik dit op mijn radio zou horen op een doorde week, zou ik zitten van... Ik snap het niet, mensen. Ik snap niet wat er nou is leuk aan dit muziekje. Wacht, mijn Pokémon vindt het niet leuk. Even zien. Horloge seems to be happy about the rain. Ah, hij vindt de regen gewoon leuk. Oké, okay, als we in dit huisje gaan, dan is het weg. Yes, hij geeft je als goed zijn old rot, of niet? Of hij is die ene gozer die Magikarps beoordeelt, of niet? Oh, er was hier zo'n gozer en die beoordeelt Magikarps. Even zien, we gaan naar Morgany Town, denk ik. Of wacht. Weet je? Bedankt voor het kijken. Wat kies? Zo snel? Such snel, much amaze. Dook. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie even een duimpje omhoog doen. Vind ik altijd fijn. De video is gewoon even delen met je vrienden. Het is niet moeilijk. Gewoon even op Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp. I don't care. Gewoon even delen. Gewoon even laat mensen weten dat de serie bestaat. En deel het voort. Dat het ooit net zo groot was als The Kingdom. Zo. Volg me ook even op Twitter. Staat hieronder staat de linkjes van alles eigenlijk. Gewoon even de beschrijving. Dan klik je groter maken. En dan zie je al mijn dingen. Waaronder mijn Skype, mijn Twitter, mijn WhatsApp. Nee, mijn WhatsApp niet. Die staat er niet. Dan moet je op andere manieren aankomen. Wat er ook nog meer staat is mijn YouTube kanaal. That's about it. Oh ja, mijn e-mail als je iets naar mij wilt e-mailen. En plaats ook even een reactie van deze aflevering vond. Ik doe ook nog wel eens een Q&A'tje en een reactie. Dus jullie gewoon vragen stellen over mij en dan beantwoord ik ze. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan check ik jullie bij de volgende aflevering weer. En dan zeg ik later.